Ik werk zelf in de gezondheidszorg en ik heb altijd jaren gedaan alsof er niks met mij aan de hand was. Er zijn mensen die 100.000 keer ergere dingen mankeren dan ik, totdat ik mijn reuma niet meer kon camoufleren. Kan je het inmiddels wel accepteren dat je reuma hebt? Na 11 jaar geef ik toe dat ik reuma heb en ik heb nu als het ware een soort coming out. Wat zouden voor mensen met reuma moeten veranderen volgens jou? Er moet veel meer kennis vergaard worden, vooral onder de huisartsen, omdat heel vaak de reuma nog niet herkend wordt. Zij geeft niet op. Wat geef jij?